De overstromingen van 2022 in het Brokopondo gebied moeten zich niet herhalen als gevolg van klimaatsveranderingen. Dit zegt districtscommissaris Ludwig Mendelsohn in gesprek met onze redactie. De burgervader heeft graag dat er voorbereidingen getroffen worden om in te kunnen spelen op soortgelijke situaties. Nou kijk, vanuit het commissariaat kan ik niet veel zeggen, omdat we nog steeds zitten we zijn nog steeds aan handen en voeten gebonden. Vanwege het feit dat er geen middelen zijn, ja, om dan de nodige hulp te bieden aan de mensen indien de situatie zich zou herhalen. Maar er zijn gesprekken gaande. Instanties zijn bezig, ja, met gesprekken. Ik heb zelf op 6 januari, denk ik, heb ik een gesprek gehad met het bedrijf zelf, SPCS. En dat alles om te geraken tot een adequate samenwerking indien zo'n situatie zich weer herhaalt. De burgervader zegt dat de situatie van 2022 meer te maken had met het opengooien van de spuikleppen van de Afobakka-stuwdam. Voor dit jaar zijn er nog geen hoge waterstanden gemeten in het meer. Als zouden we te maken hebben met grote regentijd en als we een laag waterstand hebben in het stuwmeer, dan hoeven de kleppen niet open te gaan. Ik heb het wel meegemaakt in het stuwmeergebied hoor. Ik heb 13 jaar gewerkt in het gebied en ik heb extreem laag waterstand gekend in de grote regentijd. Ja, heb ik meegemaakt de 13 jaren die ik gewerkt heb in het bovenstuwmeergebied, heb ik het wel meegemaakt. Maar u weet, de wereld heeft te maken met klimaatsverandering, alles verandert. En ik hoop niet van dat we een situatie krijgen welke in combinatie is met onze regentijd en klimaatsverandering. Dat een probleem ook omhoog begint. Mendelsohn zegt verder dat er behoorlijk wat neerslag is gevallen in zijn district. Vorige week raakte de weg naar Atjoni over enkele uren overstroomd, wat voor wat paniek zorgde bij weggebruikers.